Welkom aan de Trekvaart. Ja, we mogen weer iets bijzonders verkopen hoor, want hier staat dus een vrijstaande woning op een mooi perceel met een garage. Die ik je graag in een korte video laat zien. Het is allemaal veel te veel om overal langs te gaan, dus ik ga even de highlights van deze woning laten zien. Ga je mee? Nou, we beginnen hier dus in de tuin. Je kunt vandaag niet de zon vinden, het is een beetje mistig, maar je kunt je voorstellen dat hier natuurlijk gewoon prima de zon binnen schijnt, want je hebt verschillende hoekjes te vinden en je kunt hem helemaal naar wens natuurlijk inrichten. Echt een fantastisch mooie tuin. Met hier dus een garage en achter die garage is nog weer een aparte berging. En goed, hier staat nu een kas. Nou, mogelijkheden te over. We gaan gauw door, want zoals gezegd, er is een heleboel te bekijken. Zo, lekker. Hier brandt de kachel. Ja, we zijn binnen en je ziet het direct al. De woning is enigszins gedateerd te noemen. Dus je kunt het volledig naar eigen wens maken. Er zit veel mogelijkheden in, want er zit heel veel ruimte in. We zijn nu in de woonkeuken en we gaan gauw door naar de woonkamer, wou ik zeggen. Maar nee, er zit hier nog iets moois. Er zit hier nog een kelder onder. Ga je mee? Ja, dit wilde ik jullie dus niet onthouden, want hoe bijzonder is dit? Zo'n grote kelder. Met hierachter ook nog weer een ruimte. Ja, hier is nu namelijk de cv-ketel opgesteld. Ja, en hier zijn we dus nu in de woonkamer. Hij is al een keer uitgebouwd. Flinke uitbouw staat hier achter. En ja, je kijkt hier dus het bruggetje over zo de tuinstraat in. Dus ja, die locatie is echt geweldig. We gaan naar boven. Ja, hierboven hebben we 4 slaapkamers. Een badkamer en een zolder die we zo meteen gaan bekijken. Ja, kijk, hier een van de slaapkamers bijvoorbeeld. Ze hebben duidelijk voldoende ruimte en dus ook zijn mogelijkheden weer. En dan heb je hierboven dus de zolder. Ik zal even laten zien hoe dat gaat. Een beetje WD-40, kan geen kwaad. Ja, hierboven heb je dus echt nog een flinke bergzolder, want over de hele breedte van de woning vinden we deze zolderruimte. Je ziet het aan mij, ik kan hier niet helemaal staan. Dus het is niet echt staarhoogte. Dus een volwaardige tweede verdieping kun je er momenteel niet van maken. Dan moet je toch echt wat meer aanpassingen doen. Maar in ieder geval voldoende ruimte voor het opstallen van je, voor het opbergen van je kerstbomen. Zo, nou, dat ging natuurlijk wel bijzonder snel. Zie jij nou ook mogelijkheden bij deze mooie woning? Plan dan gewoon een afspraak met je makelaars. Laat ik je het alles rustig zien. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.